Hey mensen, je kijkt naar Spook69 en welkom bij Master League Co-op. Het is Rayo Vallecano tegen Numancia. Het is een derby. Het is gewoon twee derbies in de maand februari. Wie verzint dat? Wie heeft dit eigenlijk deze kalender gemaakt voor dit seizoen? Geen idee. Jongen, want die komen we echt opzoeken. En dit is dat team met Manu Delmo. Oh, kut! Ik raak helemaal in de war. Nou, gaan we dan wel naar cutscenes kijken? Of dat niet? Of heb je alweer op start knopje? Even kijken wat hier gebeurt. Ah, kijk, geen laat dingetje. Oké, het is een nachtwedstrijd. Ik weet niet of de shirtjes goed zijn. We hebben niet kunnen kiezen tussen onze formatie of wat dan ook. We hebben ook niet de spits waar we aan het einde van vorige aflevering het over had kunnen proberen of wat dan ook. Want die heeft echt veel player skills. Die kan ook heel fijn spelen. Maar we gaan wel het veld op. En dat is een derby. En je ziet ook een beetje die gezichtjes. Die hebben er moeite mee. Die zijn in volle spanning. Het spijt me dat we geen Werdekker kunnen gebruiken. Want die staat dus in de reserve. Maar ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik wou hem zelfs laten spelen. Dus als Beb het nu niet doet, hè. Oh my god, dan zullen we... Oh, dat is misschien iets te ver. Wow! Als zo'n offset voorzetje een keer in een goal belandt, dat is toch ook geweldig. Heb je dat wel eens gehad? Dat gebeurt het echt wel ook wel eens. Ja. Maar wel bijna. Echt wel. Echt heel bijna. Dat lijkt me echt zo cool. Numancia dan. Maar daar zit Pereiro bij. Pereiro naar Lucasse. Lucas is een beetje onze stofzuiger. Bebe. Naar Baianotje. Oh, Baiano mag door. Baiano mag hem zelfs voorgeven. Nee! Spectacular! Wat? Welke celebration ga je doen? Oh, je gaat gewoon naar de lijn. Bam. Hoppakee. Nien Kemper met zijn 58 koppen kopt hem erin. Zo lukt het de hele wedstrijd. Met schoten en weet ik veel wat allemaal niet. En zo kopt hij hem erin. Nou, het is echt ongelooflijk hoe dat soms gaat, hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Baiano met een vroege voorzet en hij kopt hem er echt perfect in. Hij wordt niet gedekt. Hij springt gewoon in en hij knalt met zijn kop tegenaan. En ja, dan... ik denk dat een voetballer dan nog wel kan, zeg maar, soms. Dat het dan nog wel... En dit is een derby, dus goed gewerkt, hoor. Heel goed gedaan. Had het niet verwacht. Dit was echt de meest onverwachte voorzet dat ik... iets verwachten dat iemand zijn hoofd er tegenaan zette. Want je moest daar wel heel explosief naar voren lopen. Maar goed, dus het vaak is... voorzetten dus. Ja, vroeger. L1 vierkantjes. Die achter de man. Die lukte. Baiano deed dat trouwens wel heel netjes. Maar goed. Je weet ook nooit hoe dit gaat gebeuren met Numancia. Numancia is het. Want we zijn er nog lang niet. Kan Bebe erbij? Kan hij hem er voor? Nienkep ook. Maar Bebe doet het zelf. Oh! Bebe probeert het zelf, inderdaad. Nienkep is dat wel helemaal vrij. Was dat slim van Bebe? Nee, dat was totaal niet slim. Maar ja, dat is weer die Portugese kracht, hè. Je stond wel een beetje gedekt. Ja, op het laatst wel. Op het laatst wel. Daar heb je zeker gelijk in. Nou, hebben we Lucas ook voorin? Daar moeten we ook even in staan. Die hebben we niet voorin. Die staat randje. Die staat... Maar? Randje! Oké. Dat was niks. Ja, dat was helaas niks. Die Lucas moeten we ook voorin gaan zetten. Maar de formatie changes doe ik na deze wedstrijd even voor onze basisformatie. Want ik wil Werdekker ook in de wissel stoppen. Vind je hem een goede guy? Ik vind hem wel goed. Hij is alleen nog te vaak dat hij een mannetje wil passeren. En dat hij... Echt dat... een jonkie. Ja. Zo van, ik laat even zien en dan mag ik in de basis. Ja, hij wil zich zo goed laten zien dat het eigenlijk een beetje... Hij moet eigenlijk constant zijn. Constant voetballen. Ja. Oh, wat doet Bebe nu? Nu doet hij hem er wel voor, maar kan hij de Bebe Wadu? En dan is het niet... dan is het eigenlijk niet de juiste keuze van Bebe. Hij had andersom moeten doen. Ja, nu had hij het misschien andersom moeten doen en moeten proberen. Hij staat nu ook wat rechter voor het doel. Natuurlijk staat Boadu wel vrij en had hij niet kunnen weten dat hij werd ingehaald, Boadu. Boadu probeert hem daarna nog erin te schieten. Ik had verwacht dat hij hem ook kon hakken, maar dat ging dus niet gebeuren. Hij wou hem kansen moeten er helemaal draaien. Dat wel. Inderdaad, maar Boadu is ook dus zo'n jonkie, hè. Dat is een mooi paasje, zeg.
Bebbe komt er zelfs bij. Kan weer terug naar Boadu. Kan net een voetje ertussen. Goed onderschept. Dan hebben we Ba. Ik hoop dat Ba ertussen komt. Ba, die magneet ernaartoe. En dan hebben we Alex, Moreno en Velasquez. Velasquez met een balletje naar Nienkamp. Nienkamper doet hem naar Pereiro. Pereiro doet hem naar Bodau. Die gaat naar de verkeerde man. Bebbe weer met de verkeerde keuze. Bebbe. Dan hebben we Inigo Perez. Ze spelen nog steeds defensief. En Pereiro die sweept lekker. Boadu. Netjes. Nienkamper probeert er te veel langs te rennen. En dan hebben we hier Baiano. Komt er niet bij. Kan Lucas erbij? Nee, dat kan hij niet. Ba. Netjes. Ba heeft de bal. Oh, wat een ruimte. En dat is een goeie. Dat is heel goed. Dat is echt goed. Bebbe doet dat heel goed. En Boadu natuurlijk mooi afgemaakt. Geweldig. Boadu scoort voor Rayo Vallecano. Zo voetbal in een derby. Darby. Dit lijkt één richting op te gaan. Ja, dat balletje was echt perfect overheen. De ruimte was er. Ook lekker snel gereageerd. En dan is het een doelpunt. Dan is het gewoon een doelpunt van onze 16 of 17-jarige. Wat is hij? Boadu. Hij wist precies waar hij moest staan, die Boadu, ja. Om te schieten. Hij schoot al van tevoren, dat is echt goed. Hij had een goede fox, een neusje in de box, had hij, zeg maar. Box in de fox. Die Velasquez doet het ook nog steeds goed in de verdediging en weet hem daar meteen te pakken. Is ook de fox-engine natuurlijk. Niet dat dat relevant is of zo. Maar het is leuk om erbij te vermelden dat... Daar is Boadu weer. Komt er weer redelijk voor. Dat is best wel knap. En daar is Nienkamper. Wat gaat hij doen? Oh! Bebbe! Oh my god, wat een balletje van Nienkamper naar Bebbe. En Bebbe met zijn lengte natuurlijk. Dat heeft hij ook nog extra, naast de explosiviteit. Weet hem daar goed te koppen. Alleen de keeper die heeft hem dit keer... Ik zie die agressieve pressuring, waardoor deze guy even niet goed stond. Maar ik heb dat goed hersteld. Heel netjes. Zo. Dan moet dat niet gebeuren. Dat was richting Nienkamper bedoeld. Maar die ging richting onze vlak spelen. Ja, er is nog een balletje. Maar Pereiro is ook lang. En doet hij even naar Ba. En Ba neemt hem even zo gek aan. Onze Baiano weet een beetje de ruimte te vinden. Boadu. Oh, net niet tussendoor. Dat was wel weer heel netjes. Goed gevonden, Boadu. En Lucas, ik kom erbij. Veel foute paasjes van Numancia. Ik ben echt benieuwd hoeveel dat... Nonchalant hakje. Daar hebben we Alex Moreno. Oh, perfecte tussen. Voorzetje naar Bebbe. Oh! Wat wordt hier lekker gevoetbald. Net zoals de vorige partij eigenlijk. Maar dit keer worden er ook echt kansen gemaakt. En Bebbe scoort. En Bebbe scoort, maar wat is dit voor aanval? Dominguez, de oude rot, staat daar eigenlijk gewoon te playmaken. Hij was gewoon de spelmaker. En dan zie je dat er echt geweldig tussendoor wordt gevoetbald. Alex Moreno met een goed balletje. Bebbe die heeft het daar. Ja, de keeper kan niks. Want ja, dat is gewoon tegendraadse richting van waar de keeper loopt. En Bebbe is blij. Blije Bebbe. Wat gaat dit lekker, zeg. Het gaat nog lekker, ja. Dat is weer een hoog balletje, maar Ba heeft die. En die wordt wel even onderuit gehaald. Hier is even Alex Moreno. Buitenkant voetje. Nonchalant naar Baiano. Wat een aanname. Die hem gewoon even perfect meeneemt. Dit is ook wel netjes, want dat betekent dat we hiervoor een ingooi. Hier hebben we Baiano. Zo! Lucas komt er wel tussen. En dan is het halftime 3-0. Over en out voor Numancia? Ik denk het wel. We moeten wat poppetjes besparen. Ja, we gaan hem besparen, zeker weten. Gaan we Bebbe besparen of laten we die door? Die mag lekker door. Die zit lekker in de wedstrijd. Assist. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Die moet je eigenlijk er niet uithalen dan. Dan gaan we Nylander erin doen voor Pereiro. En dan doen we Jo erin voor Boadu. Ja, perfect. Tuurlijk. Ja, die heeft ons zoveel gekost, die Jo. Dan mag je ook wel wat gaan spelen. En een salaris wat hij ophoest, door alleen een beetje op de bank te zitten. Inderdaad. Maar Jo, die komt wel soms met geniale dingen, hè? Die heeft gewoon twee mega dingen laten zien.
Dat heb ik nog nooit gezien. Nou. Gewoon dat hakje en die bicycle kick gewoon uit de 16. Oeh, Baiano, terug naar Jensen. Ik bedoel, hij heeft zich daarmee wel al een beetje uitbetaald. We moeten niet te overdreven Joden schuld daarvan geven. Want dat is echt niet normaal. Kan die... goed voetballen. Ja, hij doet het alleen weer op zijn eigen manier. Daar hebben we Jo. Baiano. Oh, dat deed je wel netjes weer. En Nienkepper komt er een soort van bij. Pinbal. Dikke pinbal. Maar wat kunnen zij doen? Wat is dit? Wat kunnen zij doen? Oeh, Nylander of zo kwam er bijna bij. Nylander natuurlijk nu 70 overall. En ik denk dat ze het allemaal niet weten. Ze zijn een beetje op balbezit nu aan het spelen. Ho! Jensen heeft hem. Yo, kopt hem door. Bebe kan er niet bij. Dan moet hij even... Oh! Jensen. Leuk geprobeerd. Heel leuk geprobeerd, maar de verdediger had het helemaal door. Hier is Jo. Oh, ja, er moet wel weer Nienkemper erbij, dus dat is eventjes wachten. Hoogballetje daar, al komt hij nog bij Nienkemper. Weet hem daar wel bijna te pakken. En dan is daar weer Jo. Baiano. Oh, hoogballetje naar Bebe, kan hij hem voorgeven? Nee. Nee. Dat kan hij niet. Bebe kan dat niet. Ja, die heeft soms moeite met het aannemen van moeilijke ballen. Het is ook wel een lange, slenterige man. Slenderman. Dit is goed van Lucas. Dat paasje dan weer niet. Oeh, daar was Jo bijna. En hier is Nylander. Naar Nienkemper. Wat geweldig van Nylander. Daar is Jo. Oh! En doe het maar. Oh, nee! Nienkemper doet het niet. Hij wil het mooi doen, denk ja. ik. Hij wil het er mooi, zeker. Dat had gewoon even de 4-0 moeten zijn. Wat een geweldig balletje van Jo. En dan is dit eigenlijk net iets te mooi. En dan krijg je eigenlijk een soort stuiterbal, weet je wel? Ja. Zo van een mooi lopje naar beneden en dan weer zo'n lopje. Ja, dan doet hij echt zo doing. Hier hebben we Alex Moreno. Dat is redelijk een goede pas. Ja. Oeh. Er tussendoor, maar Velasquez zit er goed bij. Velasquez. Velasquez. Oh. Dominguez. Ja, goed. De oude opa kan nog goed voetballen. Zo. Even een hakje. Oké. Okay. We hebben wel even Lucas met een paar fouten. En dit is een goede kans, maar wordt heel goed gered. Wat een bal trouwens. Komt even uit de niets. Oh. Het gaat niet helemaal lekker, maar iedereen staat even wat vast. Positionering van Numancia dan is goed. Dan doen we het nog even zo. Zag je die nummer 11 hoe die glitste? Zo, de U. Het mag allemaal door. En dan is het prima hoor. Wordt daar geschoten. Nou, er wordt daarboven wordt er gepaast waarschijnlijk. Oh, nee, hij mag niet. Heel ver komen, maar dan... Nee, hij mag niet ver komen. Hij ging juist alleen maar terug. Oh, dit is zonde dat Bebe daar net achter zich schaart. Mooi. Wat proberen ze allemaal, joh? Ik snap er niks meer van. Ze proberen ruimte te vinden, maar dat geven we niet. Waardoor ze nu dus dat soort dingen doen. Omdat we nu echt... Dit is de beste verdedigingswedstrijd van Rayo tot nu toe. Nee. Hoezo komt die zo on target? Ik heb mensen met 60 koppen die gewoon echt altijd dik off target koppen. Wat is dat toch? Hij heeft geen heading als player skills. Hij heeft geen koppen. Waarom kopt hij zo lekker? Ongelooflijk. Die Nienkemper. Hij wil het laten zien. Hij is top, niet voor niets topscorer. Ja, inderdaad. Hij is wel topscorer van de ploeg. Hier hebben we Velasquez. Mooi balletje. Naar Jo. Naar Nienkemper. Wat de fuck is dit dan voor ruimte? Ja, dat komt omdat die spits daar zo dummy runt. Dat was echt raar. Dat komt omdat Jo niet gaat. Dus dikke 9, vals nummer 9 daar neerzetten. Ja, maar daardoor bleef die ruimte maar en bleef die ruimte maar. En dat was zo apart. Om die positionering even door te hebben. Ah, die moest naar Lucas van Baiano. En dan hebben we Nylander die er net niet bij komt. En dan is het hier tijd voor Per Emilia. Kan hij wat doen? Lucas doet de linkerkant. Ba doet de rechterkant. Velasquez heeft die. Baiano heeft die ook. En dit is weer te snel naar voren. Dat was ook
Dat moest daar de dichtstbijzijnde. Hier is Baiano die hem weer wegkopt. Velasquez krijgt hem alleen net niet, dus wordt wel een corner weggegeven bij deze 3-0 voorsprong. Het is de 82e minuut. Je moet even wakker blijven nu. Ja, het is wel laat in de wedstrijd. Oeh, Lucassen! Dat is wel een overtreding op Lucassen, dus ja, dat mag niet. Hij zit erin! Want ja, kijk dan wat hier gebeurt. Lucas heeft... Ga even weg, man! Dat is dik rood, joh, mafketel. Dat was echt niet gezond. Dat komt dat Spaanse temperament even naar boven. Wat? Zag je dat? Even Intel-technologie. Ja, daar moet je echt Intel-technologie. Die yo, daar moet je echt dingen mee doen. Die yo, die krijgt hem hier dus. Maar kijk, naar wie die wil pasen. En wat die doet. Oh nee, huh? Laat maar. Hij komt hem. Hij komt hem gewoon. Dat leek heel raar, maar dat komt omdat zijn middel dus een beetje dubbel ging. De Intel-technologie, die heeft dat misschien een beetje fake nieuws gemaakt. Hey, het was fake nieuws. Intel die corrigeert. Oh ja, die corrigeert de fake nieuws. Ja, 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 inderdaad. Nylander. Nylander. Oh, oh, Nylander zit ertussen. Lucassen! Oh, wat een plat schot. Goed schot. Ja. Goed. Dat je hem zo laag kan houden. Ja, die Lucassen, daar gaan we nog veel plezier mee beleven. Daar ben ik zeker van. Kan Velasquez daar weer bij? Dat kan niet. Dominguez komt daar wel met een paasje. Dat is sowieso fijner dan dat die kerel hem had. Dani Nieto. Die heeft een enorme uitloop. Dat is volgens mij een nieuwe guy die ze er net in hebben gezet. Nou, en hij had nou een rood moeten hebben. Oh ja, dat is die guy die die trap deed, hè? Ja. Die deed echt gewoon dwars karate trap door de middel. Dat je niet in tweeën bent gesplitst. Of nou ja, die Lucas er dan. Hoog balletje weer. Ze weten het gewoon niet bij Numancia. Ze proberen nog wat te bereiken. Maar goed. 2 minuten extra tijd is afgelopen. En Rayo heeft weer de 3 punten binnen, hoor. En hoe? Met heel goed voetbal. En hij kijkt ze van... Misschien had ik het toch harder moeten doen. Harder trappen? Weet je hoe hard dat is, man? Die kerel, dat was gewoon in 2 onderdelen geschopt, man. Gewoon dwars door de middel met een volledige been. Yeah. Jezus, nog veel erger dan Nigel de Jong. Maar goed, 3 punten is binnen. En in de tas. En een derby, dus dat vindt de manager of de owner, de eigenaar van de club, vindt dat ook fijn. Boadu is man of the match, helemaal terecht. Dat vind ik echt een hele goede speler, Boadu. En dan is de vraag, wat hebben de andere teams gedaan? Ja. Oviedo heeft verloren. Oviedo heeft verloren. Ja. Granada heeft wel gewonnen, maar dan is nog de vraag van die andere, want het zou zo leuk zijn. Granada staat toch bovenaan. De nummer 2 heeft die verloren. Ja! Oeh, dat betekent dat het verschil nog maar 3 punten is geworden. Oh. We hebben een dik beter doelsaldo. En wij hebben een dik beter doelsaldo dan hun, inderdaad. En nu met die 3-0 hebben we ook een beter doelsaldo dan Cordoba, aangezien die flik heeft verloren. Dus dit is zo close. 1 keer een winstje staat ertussen, tussen Sporting Gijón en Rayo Vallecano. En dan promoveren we instantly. En dan hebben we weer een nieuwe maand gehad. En zien we dat Boadu 4 doelpunten heeft gescoord. Dus ja, sinds hij nu speelt, is dat, ik denk dat dat wel de topscorer wordt, mocht hij zo doorgaan. Ba, die scoort weer 2 doelpunten, dus die heeft echt veel goals achter zijn naam. En Nienkamp heeft er ook 2. Nienkamp alleen weinig assist gegeven dit keer, deze maand. En Boadu is dus qua average rating het hoogst naast Nylander en Ba, die het altijd heel goed doet. En we moeten niet vergeten om Lucassen naar voren te zetten. Inderdaad. Oh ja, zou ik dat niet dingetje aan het einde van vorig potje doen? Of was dat, zei ik dat ik het aan het einde van dit potje ging doen? Nee, dit potje. Oké, okay. Dus dat gaan we allemaal even doen. Boadu en Nienkamper zijn in het team of the month. Again. Volgens mij is dat 2 maanden op een rij, die 2. Weet ik niet zeker meer, maar dat was eerst ook die precies. Maar we hebben ook de beste aanval bijna. Ja, vind ik wel, ja. En we moeten tegen het Algemeen Dagblad Alcorón de volgende keer. Maar we gaan eerst eventjes wat dingetjes wijzigen. En de Koch, daar kunnen we mee negotiëren. Dus dat is ook wel leuk. Dat gaan we nu ook even doen. En dan zal je zien dat Nienkamer dat kopballetje doet. Dat is een mooie actieshot. Ik vind hem vet. En dan gaan we even naar gameplan. Want we doen een aantal wijzigingen. Zoals de players to join attack.
Daar, kijk, die heeft ook 81, net zoals Ba. Maar die heeft dus ook nu heading geleerd, dus dat is heel fijn. En het liefst dan ook met pareren, want die is heel lang. Die is 1,88. Heb je wel veel ruimte bij een counter, maar... Oh ja. Zo'n hele lijn eigenlijk. Ja, wie weet dat Pereiro... ja, maar je weet niet waar iedereen positioneert, hè. Want Ninkem bijvoorbeeld positioneert dan ook weer naar achter. Dus doe maar wel. Het is niet dat die wegvallen en dat je die lijn open hebt. Want die positioneren zich allemaal anders. En dan is het toch echt tijd voor Werdecker in de wissel. Oh. Promovendus is dat, zeg maar. Een beetje promoveren in de wissel. En Raoul de Thomas, daar gaan we toch ook wel mee proberen, hoor. Daar gaan we toch ook wel mee proberen. In ieder geval, dat hebben we nu gedaan. Kunnen we nog even naar de negotiations kijken. Gaan we naar other clubs. En dan zien we dat hij een salaris van 440.000 maar wil. Ja. Dat betekent dat dit wel echt haalbaar is voor volgend seizoen. Maar goed. De transfer fee willen we naar 3,7 miljoen brengen. En het salaris willen we het liefst naar 352.000. En meteen voor 3 jaar tekenen? Die uit, ik denk het niet, maar... Wat zei je? Kan die release fee uit, denk het niet. Nee, dat willen ze nooit. En als ik hem groter maak, dan is het moeilijk. Dus dat wordt 6,2 miljoen. Maar dat is wel netjes. Want die kerel is 24, die wordt niet zoveel beter. En dan moeten ze, zeg maar, willen ze hem toch kopen, moeten ze 2 keer zoveel betalen als wat wij hebben betaald, basically. Bijna 2 keer zoveel. Ja. Dus dat is ook wel fijn. A high chance of succeeding. Let's go daarvoor. Ja, we gaan daar echt voor. Mijn gevoel zegt dat het niet lukt met die guy. Nee? In de zin van dat het nu gaat falen? Ja. Oké, nou ja, wie weet. Het zou een hele fijne verdediging optie zijn. Oh, laat maar. Ik schrik weer. Weer dat een new talent rises. Ja, maar ik heb al naar gameplay gekeken en dan wordt het een beetje moeilijk voor de volgende keer. Want Ba is uit vorm. Maar we hebben ook nog Elustondo en die is wel weer in vorm, dus die kan daar in de plek. In ieder geval, het wordt weer een spannende wedstrijd tegen AD. En nu gaat het er echt om de komende wedstrijden, want het is alweer maart geworden nu. En we staan dus 3 punten achter Sporting Gijón. En Oviedo staat ook nog steeds 2 punten achter ons. Dus ja, wordt dat instant promoveren? Ja of nee? Of gaat Rayo Vallecano weer de verkeerde kant op? Het wordt weer super spannend. De volgende keer gaan we ermee verder.